Hallo allemaal, ik ben Nancy Joste van In The Pocket, www.inthepocketdesign.nl en dat is een webwinkel met daarin allerlei producten op het gebied van creative memory keeping. Leuk als je even kijkt natuurlijk. Ik heb weer een procesvideo voor jullie, een 12x12 inch pocket page layout is dit en die maak ik met de collectie Winter Farmhouse van Simple Stories. En daar heb ik ook al een 12x12 inch layout mee gemaakt. Dat is de video hiervoor geweest. Maar die zal ik aan het einde van deze video ook wel eventjes linken. Ik heb, even kijken waar ik mee bezig ben. Ik heb best wel wat foto's op 3x4 inch. En de pockets zijn over het algemeen ook 3x4 inch. Dus dat betekent dat het veel full pocket foto's zijn. Waardoor ik niet zo heel veel hoef te embellishen. En deze video is dan ook niet zo heel lang als het goed is. En ik heb hier ook een zwart-wit foto. Die heb ik komt ook op meerdere plaatsen terug in de layout. En op deze foto's, dat laat ik even zien nu, maar het gaat wel heel snel. Maar dat zie je zo ook nog wel als je goed kijkt. Daar heb ik de journaling toegevoegd in de Project Life app zelf. En heb ik gewoon met een witte tekst even daar overheen de journaling gezet. Dus dat is ook een leuk alternatief voor gewoon geschreven journaling. En daarnaast, oh dat pak ik er nu bij, heb ik ik doe dat in Photoshop. En dat zou je ook bijvoorbeeld in Word kunnen doen. Gewoon een kadertje maken en daarin je tekst typen. Want ik wilde sowieso een beetje een rustige layout creëren en een getypte tekst is dan toch over het algemeen wat rustiger dan een handgeschreven tekst. En daarnaast had ik ook twee grote verhalen of twee grote stukken journaling die ik toe wilde voegen en dat krijg ik handgeschreven dan ook waarschijnlijk niet op die manier voor elkaar. Dus vandaar dat ik het getypt heb en dan in vrij klein lettertype, maar het is goed te lezen en dan kan ik best wel flinke verhalen kwijt op zo'n kaartje. Dus die kaartjes die zijn dan ook vrij snel klaar. Ik heb het wel zo klein gemaakt dat je nog wel best wel het patroonpapiertje erachter uit ziet komen. Het is een soort van border eigenlijk dan. En daarnaast voeg ik wat kleine embellishments toe. Een stukje washi tape en zo'n stickertje van een stickervelletje uit deze collectie. En dan is het eigenlijk al snel goed. Hier ben ik even aan het kijken wat ik verder nog kan gebruiken uit de collectie. Want dat is er wel vrij weinig. Alle papieren wel, die zijn prima. Dat zijn gewoon ook kerstkleuren vind ik. Dus die zijn leuk bij deze layout. Want het zijn allemaal, over het algemeen zijn het kerstlayouts. Maar de embellishments zijn wel heel erg gericht op hoe noemen die dingen? De bits and pieces, dus de ephemera eigenlijk. Die zijn wel erg gericht op sneeuw, koud. Hij heet natuurlijk ook Winter Farmhouse, dus het hot cocoa, dat soort dingetjes. Maar ook met sleeën en dat soort dingen, ja, die kan ik gewoon niet in deze spread kwijt. Dat lukt gewoon niet. En ik had eigenlijk het idee dat ik die snowflakes nog wel toe ging voegen. En ik had ook nog zo'n quote. Dat ging dan wel over snowflake, maar het was vond ik een vrij algemene quote. En dacht ik op dit moment van die ga ik wel toevoegen. Dus die heb ik ook nog daar liggen op dat middelste kaartje. Maar uiteindelijk ga ik daar toch niet voor. Omdat ik het eigenlijk niet kan rijmen met deze layout. Ik trek weer allemaal lijntjes natuurlijk rondom de foto's. En volgens mij doe ik dat meteen bij een aantal foto's. Als ik toch met die pen in mijn hand zit, dan kan ik het maar beter meteen even bij de rest ook doen. Waarbij ik er toch van plan ben. En dan is het eigenlijk een kwestie van kaartje voor kaartje aanpakken. Deze foto is niet helemaal 4x6 inch. Die is iets kleiner. En dat heb ik bewust gedaan zodat die achtergrond of het designpapier er nog onderdoor komt. Dus die mat ik daarop. En dat papiertje is ook wel heeft ook wel erg met sneeuw en zo te maken. Maar omdat die foto natuurlijk het grootste deel bedekt, zie je dat niet. Maar komen wel de kleuren van de collectie leuk terug. Ik haal even alle kaartjes eruit, want ik moet nog een beetje schuiven. Omdat ik dus best wel veel full pocket foto's heb, kan ik niet al die kaartjes gebruiken die ik van tevoren gesneden had. Dus die bewaar ik gewoon voor in mijn bullet journal. Die plak ik daar gewoon in. Heb ik ook al eerder een video over gemaakt. Als je wil weten hoe dat ik dat dan doe of hoe dat ik dat bedacht heb, zal ik ook even hieronder in de omschrijving naar linken. Dus hier ga ik een beetje schuiven
en kijken hoe dat ik het allemaal wil hebben. Ik vind dat de foto's leuk verdeeld moeten zijn, maar ook de kaartjes moeten verdeeld zijn over de layout en de journaling moet. Nou heb ik ze hier bijvoorbeeld recht onder elkaar liggen. Pardon, maar dat ga ik wel wijzigen, omdat ik dat niet mooi vind dat je dus twee van die grote stukken tekst onder elkaar hebt liggen. Dus die journaling moet naar die kant, vind ik. En uiteindelijk ben ik dan volgens mij tevreden over de indeling. En dan heb ik hier dat strookje papier. Dat is, ik heb bij de layout heb ik een stukje van de 12x12 papier afgesneden aan de zijkanten. Volgens mij is dat een halve inch of zo per zijkant. Ik weet het niet exact, maar in ieder geval, ik heb daar een border gemaakt. Dat kun je in mijn vorige layout terugzien. En daar hou ik natuurlijk dan deze strips aan over. Dus die gebruik ik in deze layout. Want aan de andere kant is dat eigenlijk het grootste deel van de achtergrond. Dus dan vind ik sowieso dat dat patroon ook terug moet komen aan deze kant. Ik kijk nog even of ik iets met de doily kan, maar dat vind ik te druk worden, dus dat doe ik niet. En ik heb hier het inkaartje, wordt een fillerkaartje. De rest van de vakjes zijn allemaal gevuld met of journaling of foto's, maar ik heb één vakje over om een fillerkaartje in te doen. En een fillerkaartje is eigenlijk, nou ja, naam zegt het al, een kaartje dat de pocket vult zonder dat je daar een foto in hoeft te doen of journaling. Maar het is bijvoorbeeld een kaartje met, je hebt zo kant en klaar natuurlijk heel veel, met een quote of gewoon een plaatje of zo. Maar je kunt natuurlijk zelf ook een fillerkaartje maken en dat ben ik hier aan het doen. Met dus datzelfde papier wat ik terug wil laten komen en ook die alfabetstickertjes van Doodlebug, die rode, die heb ik ook gebruikt voor mijn titel in de 12x12 inch layout. Dus die wil ik hier graag ook terug laten komen, omdat dat wel best wel een, zeker bij deze collectie is die kleur rood eigenlijk niet helemaal passend, omdat die collectie helemaal donkerrood is. Nou ja, niet de hele collectie, maar in ieder geval het rood dat in die collectie zit is echt donkerrood. Maar op de foto, in deze layout ook, heb ik ook weer dat jurkje van mijn dochter komt terug. Maar ook wel meerdere foto's waarin dat fellere rood zit. Bijvoorbeeld hier in die sushi. Maar ook aan de andere kant bij de 12x12 inch layout is het dus ook zo dat het daardoor wel past, die kleur. Omdat het wel in de foto's zit. Maar dan vind ik wel dat ik het ook aan deze kant nog even terug moet laten komen. Zodat het nog logischer lijkt dat het ook in de layout zit. Ik hoop dat dit logisch klonk. Ik heb hier één kaartje maar waarbij ik volgens mij heb, ja, ik heb in deze layouts maar één kaartje waarbij ik twee kleinere foto's doe. Dat zie je me soms in andere layouts meer doen. Dat wil eigenlijk waarschijnlijk gewoon zeggen dat ik te veel foto's heb voor de pockets. Want meestal wil ik ze eigenlijk wel groter printen. Maar sommige foto's, of als ik die ruimte niet heb, dan moet ik dus kiezen welke foto's ik kleiner maak. Dus in dit geval waren dat deze twee en die passen ook wel. Die horen ook wel echt bij elkaar, dus dan vind ik het ook wel leuk om ze op één kaartje te doen. Maar ik wil dat niet meer heel vaak doen, omdat daardoor de layouts ook wel heel druk worden. Als je meerdere van dit soort kaartjes hebt, want ik plak die foto's er dan ook een beetje scheef op. Die vallen dan ook een beetje zo over de rand heen, dat vind ik dan juist ook wel leuk. Maar ja, dat moet je niet overal doen, want dan wordt het wel echt te druk. Nou, ik ben dat kaartje dan verder nog een beetje aan het aankleden. Ik maak hier nog een best wel een groot embellishment klussertje. omdat ik wilde eigenlijk alleen dat rondje, dat stickertje toevoegen. Alleen die foto met die sushi erop, daar stond ook mijn man nog half op. En dat was niet per se de bedoeling. Ik wilde gewoon een foto van de sushi maken. Maar hij stond er nog wel half op. En doordat ik daar dus dat kleine rondje op wilde plakken, leek het net alsof ik... Of dat ik zijn hoofd wilde hercreëren of zo. Of ik weet, het zag in ieder geval heel raar uit dat je dan de schouders zo wel nog had en dat daar bovenop zo'n rond stickertje zat. Het leek net of dat ik daar inderdaad zijn hoofd terug wilde laten komen of zo. En op deze manier plak ik het gewoon helemaal eroverheen. Ook het grootste deel van zijn schouders en zo. En dan zie je dat dus niet meer. Ik ben hem verder nog een beetje aan het aankleden. Zo'n hartje. Ik ben even aan het kijken of dat hij qua kleur kan. Maar ik vind het wel kunnen. Ook dus vanwege die alfabetstickers. Die ook heel anders rood zijn. En dan is dat kaartje denk ik klaar. Dan ga ik even kijken met dit stukje papier. Ik heb dat witte papier met die gouden dots heb ik ook in de 12x12 inch layout zitten. En dat is dus ook leuk om dat terug te laten komen aan deze kant.
Dus daar ga ik dadelijk nog op die zwart met wit foto iets mee doen. En op deze foto doe ik eigenlijk alleen een woordstickertje met daar omheen natuurlijk een zwart lijntje. Wat je me nu met die staplerpen ziet doen, dat moet je niet doen. Dat moet je met deze doen of een andere pen die geschikt is voor het schrijven op foto's. Maar die stapler die ging later nog wel vegen. Dat is op video volgens mij niet te zien. Maar ja, die is gewoon niet geschikt voor op gladde ondergronden te schrijven. Deze afbedstickertjes ga ik nog even wit omlijnen en dat rondje ook. Want springen ze er nog iets meer uit en dan is mijn fillerkaartje volgens mij ook klaar. Dan ga ik vast wat foto's en zo in de pockets doen. Dat vind ik gewoon fijn voor het overzicht, zodat ik weet dat dat die klaar zijn. En dan kan ik ook meteen zien met welke foto's of kaartjes ik nog iets van plan was. Hier ben ik dus zo'n vlaggetje aan het maken met dat patroonpapiertje. Dat is simpel een vlaggetje en daar zet ik een lijntje omheen en daar plak ik ook nog wel iets op. Ik weet alleen nog even niet wat. Ik ben aan het kijken naar zo'n hartje, maar dat gaat hem niet worden in ieder geval. Maar ik weet even niet wat ik er wel ga plakken. Maar dat gaan we zo dadelijk als het goed is met z'n allen zien. Even kijken. Oh ja, ik ga nog zo'n rondje erbij plakken. Ik heb nog wel een rondje die... Oh nee, zo'n... ik weet het echt niet meer. Jullie merken het. Het is zo'n... zo'n labeltje, zeg maar, die je dan zo kunt plakken. En dan plak ik die nog twee enamel dots bij. En ik ga in eerste instantie voor groen. Maar omdat de foto zwart-wit is en dat stickertje is ook een beetje bruin-grijs, vind ik het toch wel ook wel leuk om dat ook grijs te houden. Dus dat blijft gewoon een hele neutrale foto. Wat ook prima is. En dan ga ik zo te zien rechtsonder verder met het kaartje met de andere journaling. Daar plak ik ook zo'n stukje washi tape. Die had ik daarboven ook bij eigenlijk hetzelfde soort kaartje. Heb ik ook zo'n stukje washi tape. Dus dat laat ik dan een beetje terugkomen, maar wel net anders. Want aan de bovenkant zit hij rechtsonder en hier doe ik hem linksboven. En ik vind een foto van een huisje. Dat is wel heel toepasselijk, want deze journaling gaat over de update van onze verbouwing. En dan is een huisje natuurlijk erg toepasselijk. Dus daar was ik blij mee dat die erbij zat. Die dus ook in de collectie zat. En wat ga ik nog doen? Ik ga nog even weer een hartje ponzen. Dat is gewoon een handpons. Dat is een klein sterretje. En van dat glitterpapier pons ik dan een klein sterretje. Dat is gewoon leuk om een heel klein detail toe te voegen. En dan plak ik hier rechtsonder nog zo'n label stickertje. Dat staat op 24/7 of zo. Of 24/7, ik weet niet precies. Maar zo, ja, in ieder geval zoiets. En die tekst die kon ik eigenlijk nooit ergens kwijt. Hier is hij ook niet helemaal passend. Maar voor mezelf is het wel logisch. Omdat we voor mijn gevoel wel 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En het hele jaar bezig zijn met onze verbouwing. Dus vandaar dat ik hem voor mezelf, ja, ik vond hem passend. Misschien dat iemand anders denkt, wat doet die tekst nou daarbij? Dat past toch helemaal niet, maar dat is dan de uitleg daarvan. Voor mijn gevoel moeten teksten, woordstickertjes zeg maar, wel altijd passend zijn. Je hebt best wel wat mensen, ik kijk best wel veel procesvideo's ook van anderen. Scrapbookers, memory keepers en die plakken soms gewoon random woordstickers omdat ze het gewoon vinden passen qua stijl. En dan kijken ze niet zozeer naar de tekst en dat kan ik niet goed, of eigenlijk niet. Nou ja, ik word er ook wel iets beter in. Ik merk dat alle dingen wel makkelijker worden naarmate je, voor mij in ieder geval, naarmate je langer hiermee bezig bent. En ik doe dit inmiddels toch al wel best wel wat jaartjes. Geen idee hoe lang. Ik denk al wel 15, 16, 17. Dat is heel lang. Had ik niet verwacht dat het zo lang zou zijn. Maar goed, dat terzijde. In ieder geval merk ik dat ik voor mij moet de tekst wel echt passend zijn bij de foto of de journaling. Goed, inmiddels heb ik daar aan met de foto linksonder heb ik een labeltje toegevoegd. Die zal ik ook, ik link onder in de omschrijving ook altijd mijn Pinterest pagina. En daar vind je ook een bord met allemaal freebies. En deze labels die staan daar ook tussen, ook in verschillende kleuren. Op A4 en ook verschillende formaten. Die zijn gewoon heel fijn om zo wat handgeschreven journaling nog even toe te voegen. Of gewoon als onderdeel van een embellishment clustertje. Je zou er ook bijvoorbeeld op kunnen stempelen, zoals ik hier bij dit andere labeltje ga doen, maar dit labeltje is een labeltje wat uit de collectie komt, die ik uit Winter Farmhouse collectie. Maar goed, dan is wel het idee duidelijk wat je ermee zou kunnen.
Dus die staan op mijn Pinterest-pagina. Dan kun je altijd even kijken. En er staan ook heel veel andere freebies. Ik stempel hier het woordje friends. Die vond ik ook hier dus het meest passend. Dus vandaar dat ik daar toch voor ga. Maar het is wel heel klein. Dus dat zie je ook wel. Het is echt een heel klein woordje. Het stempelen gaat gelukkig goed. Dat vind ik altijd wel even spannend. Dat heb je ook gezien in mijn vorige procesvideo. Dat dat misging op die foto. Hier gaat het gelukkig goed. En ik heb hem expres best wel ver naar links gestempeld. Omdat ik ruimte wil overhouden voor die enamel dots die ik nu toe ga voegen. Want die had ik nog over. En die wilde ik graag wel in deze layout kwijt. Dus dan is die foto volgens mij ook klaar. Ik plak er dadelijk nog een sterretje bij, volgens mij. Ja, ik heb nog zo'n rood sterretje ook liggen. Die ik geponst heb. En die plak ik er nog bij. En daar ga ik nog een wit lijntje omheen zetten. En dan is de layout klaar, jongens. Dat gaat in één keer heel snel, zie ik. Maar dit is het einde van de video. Dit kaartje ga ik zo dadelijk natuurlijk ook even in de pocket stoppen. En dan zijn we klaar. Hier ga je nog wat close-ups zien van wat embellishment clustertjes en het villa-kaartje. En zo dadelijk ook nog even een close-up van de totale layout. Leuk dat je er was. Ik zie je de volgende keer weer. En een hele fijne dag verder. Doei!